de impact van wat wij hier doen, duurt misschien wel een generatie. We veranderen echt het leven van die mensen. En zij kunnen daarmee de impact maken die nodig is. Ik heb het ooit gelezen, ik weet niet wie het geschreven of gezegd heeft, maar het is, die kun je het belden als een boom die oude grond gehaald hebt en ergens anders geplant. In het begin, zeg maar, de bladen vallen, het lijkt dat het de boom dood is, maar het heeft tijd nodig om weer te kunnen groeien. They are very hopeful that when I go back, I will join the faculty and contribute to the Department of Mass Communication. So my immediate plans will be after my graduation from Tilburg University, go back to Liberia and see where I can contribute to the development of the country. What they are doing, they are helping to develop my country. Because every single person that come here to learn and goes back, they are going back to impact. And whatever impact that is being made, whatever development that will be made, it will be because of them. So they should know that they are changing the lives of a lot of people, including mine. Het onderzoek wat wij nu gaan doen, of wat we nu net hebben gedaan in Turkije, dat gefinancierd wordt vanuit het Universiteitsfonds. Dat gaat over kinderarbeid onder Syrische migranten in Turkije. En hetzelfde gaan we doen in Noordwest-Afrika. Daar zijn we nu bezig met, dat is een ander project dat ook gefinancierd wordt vanuit het Universiteitsfonds.